We staan hier in de tuin en we zijn aan het werk met een nieuwe vlog. Een nieuwe vlog van Johan. Want we hebben hier een hele bijzondere plant gevonden. Laten we eens even kijken. De plant waar ik het over heb is de gevlekte aaronskelk. En het is een hele gewone, maar toch een hele bijzondere plant. Als we onder het dakje kijken, dan zien wij een kolf en een grote bloemstengel. We zijn benieuwd wat het allemaal te betekenen heeft. Het dakje zorgt natuurlijk dat de regen er niet in komt en in deze kolf terechtkomt. Ik snap nu ook waar de naam aaronskelk vandaan komt. Thijssen noemde het al in zijn album over de herfst, de aaronskelk. En Aaron was de broer van Mozes. Allebei waren ze herders en liepen met een herdersstaf. En deze herdersstaf, die zie je natuurlijk hier. Dat is het bloembeginsel. Laten we eens kijken wat dat te betekenen heeft. Want het bijzondere van deze plant is toch hieronder die kolf die hier zit. In die kolf kan het 10 graden warmer worden dan in de buitenlucht. En het is een van de weinige planten die ervoor zorgt dat er insecten worden gelokt om in die kolf te komen door de temperatuur. Hij bloeit vrij vroeg in het voorjaar en daarom is die warmte toch een heerlijke plek om even je te kunnen verschuilen. En laten we nu eens wat beter kijken naar die kolf. Want wat zit er in die kolf? Als we dit openmaken, dan zien we dat daar een vruchtbeginsel zit. Kijk eens. Nee, daar zitten eerst een krans van haartjes. En die krans van haartjes die zorgt dat de dieren die in die kolf terechtkomen er niet meer uit kunnen. Dan komen ze hieronder bij de meeldraden en daar helemaal onderaan, daar zit het vrouwelijke vruchtbeginsel. Het heeft al de vorm van de rode besjes die het straks tevoorschijn zullen komen. De plant wordt trouwens bevrucht door motvliegjes. De motvliegjes komen in de kelk, leggen daar hun eitjes en als zij er weer uit kunnen omdat de haren van de krans verschrompeld zijn, dan kunnen ze naar een andere bloem gaan en die bevruchten. De dieren worden trouwens gelokt door de geur van rottend vlees, want de plant verspreidt een vieze geur die vliegen lokt. Vliegen houden van bedorven vlees en komen daarom op deze aaronskelk af. De grote broer van deze aaronskelk is de reuze aaronskelk die een 2 meter hoge kolf heeft en die in de hortus te vinden is, waar die af en toe ook bloeit. Ook die verspreidt een heftige geur van rottend vlees. Kortom, de aaronskelk is toch een hele bijzondere, gewone plant. Maar als je het wat dichterbij bekijkt, dan wordt die wel heel bijzonder. Dit was mijn vlog over het bedrog van de aaronskelk.